Hoi Davy, waar gaan we het vandaag over hebben? Vandaag gaan we het hebben over de Sony HX850. Echt een topmodel. Waarom is dit zo'n topmodel? Nou, het vernieuwde monolithic design van deze tv is echt heel mooi. Het beeldscherm heeft een optiek contrast panel en staat op een elegante speakervoet. Kijk. En hierdoor ziet het echt stijlvol uit. De speakervoet is afgewerkt met geborsteld aluminium. En dit komt ook weer terug in de superdunne rand om de televisie. Nou, supermooi toch? En kun je ook iets vertellen over de beeldkwaliteit van dit model? Nou, hij is onderdeel van de nieuwe Sony televisielijn met X-Reality Pro. Wat betekent dat dan? Nou, dat is de naam van een speciale beeldprocessor. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat alle beelden hierdoor zo bewerkt worden dat ze echt heel scherp en helder zijn. En wat zorgt ervoor dat deze tv zulke vloeiende beelden weergeeft? In het scherm zit een bepaalde techniek verwerkt. De Dynamic Edge LED-technologie. De LED-verlichting in de rand van het scherm zorgt voor de achtergrondverlichting in het beeld. Deze versterkt weer delen van het beeld voor een optimaal contrast. Supermooi. En deze technologie is nog energiezuinig ook. De MotionFlow XR 800 Hz technologie zorgt ervoor dat het beeld vloeiend en scherp is. En dat is echt heel fijn. Bijvoorbeeld als er veel en snelle camerabewegingen zijn, zoals bij sport of films. Van welk materiaal is deze tv gemaakt? Nou, deze superdunne plaat die is gemaakt van Gorilla Glass. Nou, dat wil zeggen dat hij ook nog eens heel sterk is. Bovendien wordt het licht goed doorgelaten. Hierdoor zijn het contrast en de kleuren heel realistisch. Kan ik ook internetten op deze tv? Jazeker, dat kan heel makkelijk. In de tv zit wifi geïntegreerd. En met de wifi direct functie kun je zelfs direct contact maken tussen je smartphone en je tv zonder een router te gebruiken. Hierdoor heb je een supersnelle en stabiele verbinding. En dat is handig als je foto's van je smartphone op de tv wil bekijken. Nou, leuk toch? Ik hoorde laatst iets over Sony Entertainment Network. Kun je me uitleggen wat dit is? Ja, dat is echt te gek. Nou, er zit een knop op de afstandsbediening, de Zen-knop. En als je hierop drukt, dan heb je toegang tot Sony Entertainment Network. Je vindt er superveel games, muziek, social media en binnenkort ook films. En heb je een uitzending gemist van bijvoorbeeld NOS of Eurosport, dan kun je deze programma's op een later tijdstip terugkijken. Sony Entertainment Network heeft echt een mega groot aanbod. Ik heb zoveel verschillende afstandsbedieningen. Is het mogelijk om deze tv ook te bedienen met mijn tablet? Ja hoor. Je hoeft alleen maar de gratis Sony Media Remote app te downloaden voor op je Apple of Android tablet of smartphone. En met deze app kun je films, foto's en muziek verplaatsen van je tablet naar je tv. En de app heeft natuurlijk ook de normale functies van een afstandsbediening. Is er nog meer mogelijk met deze tv? Zeker. Stel nou dat je wilt skypen met vrienden of familie in het buitenland. Dan hoeft dat niet meer achter de computer. Nu kun je lekker met z'n allen voor de televisie gaan zitten. En je schaft de Skype-camera met ingebouwde microfoon aan. En het enige dat je hoeft te doen is de camera aansluiten op je tv en je kunt beginnen. Tegenwoordig hoor je veel over 3D-tv. Kun je op deze tv ook 3D kijken? Jazeker. Dankzij de high-speed 3D-panel zie je nu alles super realistisch met diepte in full HD 3D. En er is meer, want via Sony Entertainment Network heb je toegang tot een gratis 3D-kanaal. Genoeg 3D-aanbod voor een filmavondje thuis. Moet je dan ook een bril opzetten? Ja, je hebt natuurlijk wel een bril nodig. Deze coole 3D-bril is van superlicht titanium en hij laadt echt snel op. Na 5 minuten aan de lader kun je al 3 uur lang 3D kijken. Nou, je hebt het gezien. Deze nieuwe Sony TV is dus echt super fijn en heeft hartstikke veel mogelijkheden. Bedankt voor het kijken.